eigenlijk Colin Kiteman. Blikken bij deze awards allemaal even terug ook op het afgelopen jaar. Ook met alle artiesten, dus ook met Carol Emerald. Gefeliciteerd nog even. Natuurlijk met de award die je net mee moest nemen. Dit jaar, het afgelopen jaar, is in jouw geval volgens mij vooral in het teken van internationaal succes. Ja, klopt. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, ik zit nu even na te denken, want dit jaar is ook wel een beetje raar. Omdat ik ook niet heel erg veel tijd aan het steken ben in een nieuw album. Maar we zijn heel erg veel tour geweest in het buitenland. Ja. Ik heb ook een aantal ik heb twee hele mooie Duitse prijzen in de wachtgroepen geslikt. Die Echo Award en een Golden Camera. Dat schijnt wel echt heel... Ja, het moest mij ook verteld worden dat het heel belangrijk was. Maar ja, ik ben natuurlijk super trots op. En ik heb een Engelse tour gedaan die helemaal uitverkocht was. En je sprak net over heel hard bezig zijn met een album. Dan willen wij eigenlijk alleen maar weten wanneer. Ja, dat wil ik ook wel weten. Ja, volgens nog geen datum, want als we wat gaan zeggen, dan gaan we het gewoon weer verplaatsen. Gewoon lekker creatief bezig, een mooi product maken en dan komt het wanneer het klaar is. Precies. We gaan vanavond van jou genieten, maar ook jij hebt een bijzondere gast uitgenodigd. Je gaat vanavond met een bijzondere collega van mij iets doen samen. Kun je al een beetje vertellen wie het is of hou je het nog even geheim? Ja, ga ik straks zeggen. Goed. Nou, we kijken er met z'n allen naar uit. Dames en heren, Carol Emerald! Yeah.